Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In de vorige aflevering zijn we geland hier vlak buiten dit dorpje langs het water. En we zijn Aurora aan het zoeken en dat is eigenlijk nog steeds wat we aan het doen zijn. Tegen deze marktman hebben we nog niet gepraat. Verse vis. U daar met uw hoge hoed. Wilt u geen lekkere lijn gevangen forel voor bij de thee? Forel voor bij de thee? Goede vangst vandaag. 5 voor de prijs van 3. Kakelvers. 2 keer zo lekker met wat citroensap. Dode vissen zien er zo slijmerig en vies uit. Maar vers gegrilde forel is heerlijk. Tenminste, als mijn moeder het maakt. Helaas hebben we nu geen tijd om vis te grillen. Ik weet zeker dat ze hier ergens rondhangt. Je schiet er niks mee op als je er blijft beschermen, weet je? Ik vraag het nog 1 keer. Zeg maar waar het juffie uithangt of ik verbouw je smoelwerk een beetje. Ik heb het je al gezegd. Draaide me om en ze was weg. Weg op naar de markt. Is dat zo? Dus als ik nu nou eens bij die boten ging kijken, hè? Wat zou je dan vinden? Weet ik niet. Oh jee, zullen we maar weer gewoon teruggaan? Nou ja, op de weg van de markt zagen we geen enkel teken van haar. Dus dat betekent dat ze misschien nog steeds hier ergens moet zijn. Laten we het aan die man vragen. Het lijkt erop dat hij ons meer kan vertellen. Oeh, nice. Cookies. Oké, wat heeft die man ons te vertellen? Morgen veel toeristen vandaag. Wilt u dat u nog meer toeristen heeft gezien? De bullebak die net weg is, die heb je wel gezien. En een meisje. Aha, dus ze is wel degelijk deze kant op gegaan. Raar meisje. Niet lelijk, maar vreemd gekleed. Hoort ze bij jullie? Ja, en we moeten haar terugvinden voor ze in handen van de valt van de schurken. Wat is er? Weet u iets? Jullie lijken geen vriendjes te zijn en met die ander. Goed dan, het meisje zocht hier ergens naar. Maakte dat ze wegkwam toen ze die pestkop in uniform verschenen. Ze leek doodsbang, dus ze stelde voor dat ze zich verstopte terwijl ik met hem de verkeerde kant op stuurde. Maar nu is ze weg, zie je? Waar denkt u dat ze naartoe is gegaan? Geen idee, maar er is een heuvel die kant op. Dat is wel een goed uitkijkpunt. Ah, goed idee. Als we die heuvel opgaan, kunnen we misschien vanaf daar zien. Klinkt goed. Oké. Laten we de heuvel maar opgaan dan. Rotsen, struiken, vissersboten, bergen en nog meer rotsen. Niets op wat op een meisje lijkt. Ze is nergens te bekennen. We zijn niet zomaar helemaal naar boven geklommen, dus laten we extra goed rondkijken. Misschien vinden we haar nog. Bord. Hintmuntje. Een vogel. Een hek. Ik vraag me af waar dit pad naartoe gaat, professor. Let goed op je ergens een wegwijzer ziet, Luke. Net zo een als deze bijvoorbeeld. Een bord voor je kop. Een stelletje heeft zojuist een picknick gehouden in het bos. Ze besluiten daarna om een wandeling te maken. Maar ze komen al snel uit op een doodlopend pad. Er staat een bord langs de weg. Maar het is ontzettend verweerd in alle stukken die ooit een pijl vormden liggen op de grond. Kun jij de tortelduifjes helpen door het bord weer in elkaar te zetten? Om ze te laten zien welke kant ze op moeten. Even kijken.
Oh, wacht. Oh nee, die dingen kunnen ook een pijl zijn. Oh, kijk, zie je? De pijl die is daar beneden. Ik denk namelijk dat we hem zo in elkaar moeten zetten. Kijk. Deze moet bijvoorbeeld hier. En deze moet bijvoorbeeld hier. Kijk, oké. En dan denk ik dat deze hier moet. Ja, die zat op de goede plaats. Oké. Bijvoorbeeld deze hier. Zo. Kijk. Die moet hier. En die moet hier. En dan is het een pijl. Kabooming. Ik ben benieuwd. Lekker Luki. Die had ik mooi goed. Ik weet nog steeds niet waar het pad naartoe gaat, maar ik vind het maar een verdacht uitzien, professor. Inderdaad, Luke, maar een echte heer springt niet over hekken. Ik weet het ook niet. We hebben ergens nog niet gekeken, blijkbaar hier. Ik zie het echt niet, hoor. Oh, je moet gewoon hier klikken. Oké. Het uitzicht is prachtig hierboven. Je kunt het dorpje zien en bijna het hele meer. Dit plekje is vast erg geliefd bij picknickers. Professor, kijk daar eens. Dat is Tarjan's luchtschip. Dus daar zijn ze terechtgekomen. Wat onfortuinlijk dat ze zo dichtbij zijn geland. Maar ze staan stil. Dat betekent dat ze het meisje nog niet hebben gevonden, toch? Of hun schip is beschadigd tijdens de noodlanding en ze zijn nog bezig met reparaties. Hoe dan ook, we hebben nog een kans. Horen jullie dat? Dat klonk als de visser die we zojuist tegenkwamen. Oh nee, denk je dat de Tarjan's boef is teruggekomen? We moeten terug naar beneden, kom op. Dat doen. Oh jee. Waar? Meneer, is alles in orde? Wat is in de war? Niet in de war. Water. Dat meisje liep over water. Pardon? Precies wat ik zeg. Liep pardoes over het oppervlak. Van de oever tot het midden van het meer. Dat is onmogelijk. Niemand kan over water lopen. Doe dit niet te snel af als onmogelijk, Luke. Eén moment. Kijk nu eens waar ik sta. Wat? Hoe doet u dat, professor? Waterwandeling. Als hij het meer goed bekijkt, ziet Leighton dat er een aantal ijsschotsen in drijven die dik genoeg zijn om op te staan. Het leek alsof het meisje over water liep, maar in werkelijkheid liep ze over ijsschotsen. Als Leighton op de ijsschots stapt, zal die beginnen te bewegen en niet te stoppen totdat hij ergens tegenaan botst of de oever bereikt. Help Leighton bij het meisje komen door de ijsschotsen en de eilandjes te gebruiken.
Oké. Zo. Nou, dat kan niet. Oh, ik zit vast. Shit. Zo. Ah, opnieuw. Zo. Ah, nou was hem. Dit is mijn antwoord. Kritisch denken is de sleutel tot succes. Nice. Oké, we zijn bij Aurora. Tunnel. Is dat? Als jullie dit liedje op de achtergrond horen, dat is mijn wasmachine. Misschien horen jullie het wel helemaal niet. Wat? En wie had ooit gedacht dat dit onder het meer verborgen zou zitten? Ik zie dat het meisje niet meer. Waar is ze heen? Zou ze van het pad gevallen zijn? Wacht eens, kijk hier. Er is een ingang naar de ruimte. Het meisje moet naar binnen zijn gegaan. Kom, we willen haar niet nog een keer uit het oog verliezen. Laten we gewoon maar naar binnen gaan. Allemachtig! Dit had ik nooit kunnen bevroeden. Ik geloof dat deze ruimte op het meisje reageert. Dus... dan is de ruïne ook Asraans. Ja, geen twijfel over mogelijk. Wauw, dan was uw theorie dus juist, professor Sycamore. Daar lijkt het wel op. Een oeroud Asraans bouwsel met een krachtig magnetisch veld dat overvliegende luchtschepen verstoort. Natuurlijk is dat slechts een onfortuinlijke bijwerking. Ik zou erg graag willen weten wat de ware bedoeling is van deze plek. Professor, daar is ze. Wie ben je? Hoe deed je dat? Ik ben de afgezant van het Asraanse volk. Aurora. Afgezant? De tijd is gekomen om de kracht van mijn volk over te dragen. Huh? Onze erfenis aan de wereld die we verlaten hebben. Als u ons geheim wilt weten en geen kwaad in de zin heeft, zal alles duidelijk worden. Deze koepel wijst u de weg. Ga op zoek naar de Asraanse sleutels. Bewijs dat u onze kracht waardig bent. We moeten op zoek naar Asraanse sleutels. Pam, pam, pam. Ik... Wat? Waar ben ik? Dus, je was je niet bewust van...
Je noemde jezelf net Aurora. Is dat je naam? Aurora? Ik weet het niet. Weet je nog dat je in het ijs gevangen zat? Ik? Gevangen in ijs? Je beweerde dat je de afgezant van de Azran bent. Kan het zijn dat de Azran je hebben gestuurd als hun boodschapper? Een boodschapper? Nee, ik weet het niet. Misschien gaat je rol als boodschapper schuil in je onderbewustzijn. Dit meisje is de grootste puzzel die de Azran voor ons hebben achtergelaten. Het is aan ons om de uitdaging het hoofd te bieden. Daar kunt u wel eens gelijk in hebben. Maar wat zou het allemaal betekenen? Wat zou het allemaal betekenen, jongens en meisjes? Pam, pam, pam. Los de Azraanse puzzel op. Een Azraanse puzzel, daar heb ik zin in. Zoals het meisje, ik bedoel zoals Aurora al zei, fungeren de symbolen op de muren van deze kamer als een gids. Ja, ze moeten iets voorstellen. Het Azraanse volk hunkerde naar de hemelen om alsmaar hoger en verder te gaan. De belangrijkste personages in hun mythen waren de grote hemelruiters. We kunnen redelijkerwijs aannemen dat de symbolen op deze muren aan hen refereren. Garza op haar raaf gevederde ros, in haar hand een zwart klingelend zwaard, gewet op het scherp van de strijd en in haar hart de moed van een heel koninkrijk. Heel goed, u bent dus bekend met de oude beschavingen van Rutledge. Het is het enige bekende werk dat over de Azraanse mythe vertaalt. Er staat een verhaal over de hemelruiters op de muren. Zal ik het voorlezen? Ah, heel graag. Aan het begin der tijden was de wereld één groot continent. En werd al het land beschut onder de vleugels van de hemelse koning. Al wat leefde diende hem. De koning had 5 kinderen, de grote hemelruiters, maar ze waren trots en begeerden hun vaders troon. De voortdurende oorlogen die de ruiters voerden, putten de mensen uit en besmeurden het land. De koning, tot woede gewekt, nam zijn zwaard ter hand en deelde het land in 4 krachtige slagen. In 4 krachtige slagen op in 10 continenten. Zijn kinderen veroordeelde hij tot een leven op aarde. De koning vergezelde de heilige poorten naar de hemelen en verspreidde 5 sleutels over de aarde. Opdat zijn kinderen ze ooit mochten vinden. Sinds die dag kijken de kinderen van de koning verlangend naar de hemel. Dromend van de dag dat ze weer kunnen vliegen. Aha, nu zie ik het. Het patroon op de muur stelt de aarde voor. Als wij die 5 sleutels zouden vinden, kunnen we de poorten naar de hemelen, oftewel de kracht van de Azran, ontsluiten. Ongelooflijk, ik zou deze puzzel heel graag willen oplossen. Spannend. Puzzel 18, de hemelse koning. Op de muren van de Azraanse koepel staat een verhaal van de hemelse koning en zijn kinderen, de grote hemelruiters. De koning, woedend over de constante oorlogen tussen de ruiters, verdeelde het land met 4 slagen van zijn zwaard in 10 continenten. Ontcijfer het verhaal en trek 4 lijnen om het land in 10 te delen. De ruiters van elkaar te scheiden. Teken de lijnen tussen de punten langs de rand. Oké. In 4 slagen. 1. 2. 3. Nee. 2. 3. Nee. Nee, dan zijn ze niet gescheiden. Ik vond dit wel goed eigenlijk zo.
Even opnieuw. Wacht, nu zijn ze allemaal afgescheiden, toch? Oh, er moeten 10 continenten zijn, dat was ook zo. Dat werkt niet. Dat werkt ook niet. Zo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit moet goed zijn. Hopelijk heb ik het bij het rechte eind. Niet! O jee, okay. Waar is het misgegaan? Wel, laten we een hintmeetje gebruiken. Je zult het misschien lastig vinden om lijnen te trekken die geen ruiters raken. Je mag ze ook niet raken. Okay. Dus hier een tip. Begin door een horizontale lijn te trekken die het land in tweeën splits. Als het goed is, zie je nu de 3 ruiters boven en 2 eronder. Dus dit is sowieso goed. Ik denk dat die ook goed is. Alleen die moet van elkaar gesplitst worden. Dus dan kan die eigenlijk al niet. Zo. Kan ook niet. Zo. Nee, die raakt aan de ruiten. Doe er nog wel één. Vervolgens moet je de lijnen trekken vanaf de bovenste 2 punten. Als je dit op de juiste manier doet, vormen deze lijnen een X. Dit zou vrij eenvoudig moeten zijn, zolang je maar zorgt dat geen van de beide lijnen aan ruiten raakt. Dus die zal goed zijn dan. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus dit is niet goed. Dat mag niet. Dat mag ook niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan moet dit hem zijn. Dat was een behoorlijke opgave. Yay, hij klopt. Kibooming. En dat is dat. De 5 sleutels moeten zich bevinden op de plaatsen waar de zwaardslagen van de koning elkaar kruisen. Het is een metafoor. De hemelse koning is een verhaal staat voor de Asraanse beschaving. Dat betekent dat wij de koningskinderen zijn en die verbannen werden naar de aarde. Verre erfgenamen van hun nalatenschap. Professor, heeft u de 5 vreemde ovalen op de muur gezien, zoals deze? Dat zouden wellicht de 5 sleutels zijn. Ik geloof van wel. Ze lijken enigszins op de relieken die Rutledge beschreef als eieren. Geleerden speculeren al jaren over hun functie, maar niemand heeft ooit bedacht dat het sleutels zouden kunnen zijn. Het zijn aura-stenen. Stenen die de kracht van de Azran kunnen oproepen. Aura-stenen, zei je? Werd die herinnering gewekt door het zien van het symbool? Als we deze Azraanse relieken vinden, zullen je mettertijd wellicht de volledige geheugen weer terugkrijgen. We hebben je hulp zeker nodig bij het ontcijferen van deze puzzel. Dat is ongetwijfeld ook waarom Tarjant achter je aanzet. Inderdaad, het heeft geen zin om hier nog langer te blijven. We moeten dit dorp verlaten voor ze ons vinden. Oh, nog niet.
Het wordt een flinke onderneming om naar elk van de locaties op de koepelmuur af te reizen. De plaatsen lijken erg afgelegen te zijn. Wellicht is het verstandig om eerst wat onderzoek te doen voor we vertrekken. Het is ook een goed idee om ervoor te zorgen dat de Bostonius goed bevoorraad is. Uiteraard. Mag ik Londen voorstellen als eerste stop? Het ligt niet bepaald op de route, maar daar kunnen we voorraden en informatie vinden. Uitstekend idee. Dat zal ons ook de mogelijkheid bieden om de Bostonius grondiger te repareren. Goed, dat is dan afgesproken. Ik keer direct terug naar het schip om haar voor te bereiden op onze vlucht naar Londen. Professor, laat Aurora onder uw hoede. Begrepen, we zullen voorzichtig zijn. Succes. Dit is ongelofelijk. Gaan we echt de hele wereld rond, professor? Het klinkt een beetje gevaarlijk, maar ook ontzettend spannend. Wat? De hele wereld rond? Aurora, ik moet je iets vertellen. De Astron zijn verdwenen en deze wereld is niet langer de wereld die je eens kende. Je bent ons niks verschuldigd, maar zonder jouw hulp kunnen we de puzzel van de Astron niet oplossen. Wil je ons vergezellen? Ik. Op onze beurt zullen we jou helpen je geheugen terug te krijgen als je dat wilt. Kom op, Aurora. Het wordt echt geweldig. Reisjes met de professor zijn altijd reuze spannend. Vooruit dan. Ik ga met jullie mee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Astron. Alsjeblieft. Oh nee. Adios amigos. Doei.